Welkom, <laughs> welkom nieuwe podcast van hardlopen. en deze gaat over een onoverwinnelijk gevoel en dat had ik vanavond want het ging echt zo goed. Uh, we waren hardlopen en uh, het was een redelijk korte run, maar uh, ja, niet super kort maar wel ja, uh, een stuk korter dan ik gewoon aan kan zeg maar. Uh, 15 kilometer en het ging zo lekker en soms heb ik dat, misschien herken je dat, uh, heb je dat zelf ook wel eens. Maar uh, ja, ik heb geregeld dagen dat het echt voor geen meter gaat, dat ik van tevoren geen zin heb. En dan ga ik toch, hè, want de, de, dat is toch wel vaak de crux. van, uh, je, zeg maar, je wordt echt beter als je gaat op de dagen dat je geen zin hebt. Dat, dat klinkt een beetje raar, maar natuurlijk is het heel makkelijk om te gaan en zegt, hey, mooi weer buiten, ik heb uh, Heel een rustige dag voor me. Ik ga lekker hardlopen. Super. Maar als je het druk hebt, als het buiten regent, als je eigenlijk te moe bent en het is zwaar geweest en je problemen gehad op het werk of waar dan ook, dan moet je juist gaan hardlopen. En dat zijn de momenten dat je echt sterker wordt, dat je echt gewoon vooruitgang boekt. Dat je gewoon uh, dat je dat de volgende keer gaat merken. Zeg maar. Dat klinkt een beetje als misschien een beetje drammerig. Een beetje. Een beetje. Uh, ja. Beetje overdreven, wellicht. Hè? van hé, Je moet ook je rust nemen. En als het niet gaat, gaat het niet. Dat weet ik allemaal wel. Maar soms denk ik ook van. Ah, gewoon gaan. Want ik bedoel, niemand is slechter geworden van een rondje hardlopen. Uh, en natuurlijk kun je zeggen van. nee, Ik had een lange duurtraining van 20 kilometer. En je doet er maar 8 bijvoorbeeld. Maar dan ben je wel geweest. En, en dat zijn de belangrijke momenten. Maar soms heb je het ook dat het je gewoon zin hebt. Dat het gewoon lekker gaat. Dat had ik vanavond. Dat het gewoon zo lekker gin. Het was echt. Ik zat in een flow. Ik liep met een groep met mensen. En uh, daarvan is er eentje die normaal wel sneller is. Maar nu, ja, kon ik hem gewoon volledig de baas. En natuurlijk gaat hardlopen om genieten. Maar soms wil ik ook gewoon fanatiek zijn. Hardlopen, gewoon echt goed rennen. Op kop lopen, als het ook een beetje waait. Dat je echt op kop loopt, dat tot ze een beetje achter jou lopen, dat je merkt dat achter jou stiller wordt, dat ze niemand kletsen zijn, maar dat je gewoon merkt van zo... Die, die Peter die gaat hard en... Uh, laat hem maar gewoon volledig focussen op de looptechniek... op de cadans, op, op de ademhaling... en op, op de, loop, de looptechniek. Zodat we zeg maar zo lang mogelijk bij kunnen blijven. Uh, in plaats van achter een beetje kleppen zeg maar. En dat vind ik ja... Ik heb dat soms en vind ik eigenlijk wel zo lekker. Dat gewoon, ja, soms mag je ook gewoon genieten dat je goede conditie hebt. Dat het gewoon lekker gaat. En je denkt van wow, ik heb er echt super veel zin in. Het gaat echt super lekker. Sterker nog, het ging zo lekker dat ik zo meteen nog eventjes een, een, een core training doe. Een, een, een training gewoon thuis, een minuutje of tien even core stability. Uh, ik doe dat nou sinds een maand of acht. Uh, als je meer wil weten, uh, laat het gerust weten. Of, of, of laat een reactie achter op de blog. Dan, dan vertel ik daar meer over in de volgende podcast. Of stel gewoon een vraag onder een blog. Uh, maar dat helpt enorm zeg maar, in de algemene fitheid. We algemene... Ja, zijn geneigd om heel erg de benen te trainen. Die benen zijn vaak goed gespied, goed ontwikkeld. Maar het is vooral ook gewoon het complete lichaam. Dat doe je met core training. En dat... ja, ik, ik had vijf jaar geleden echt niet gedacht dat ik dit zelf nu zou vertellen. Maar ik merk echt voordeel van gewoon dat je gewoon. Uh, ja, dat, het, dat je hele lichaam gewoon fit is. En ik zit nu in die fase en het ging vanavond echt. Ja, nogmaals, je wordt er een beetje moe van. Maar het ging echt zo lekker. Het was zo erg genieten. En dat zijn ook de dingen die je, ja, die je moet meepikken. En uh, je hoort dan aan het einde van... Hey, lekker gelopen. gewoon Het ging echt lekker. Uh, mooi op kop, uh, ons uit de wind houden En dat was gewoon supergoed. Dus uh, ik wil de podcast niet langer maken dan nodig. Maar dit is wel het gevoel wat ik heb. En ik wil het gewoon even delen in een, ja, in een enthousiaste podcast. En dat is gewoon uh, deze. En... Uh, <laughs> Ik hoop dat je dat ook wel eens hebt hier als het ook super lekker loopt. En uh, de meeste keren loop ik wel super lekker. Maar soms loop ik lekker omdat ik dan uh, Dat je bijvoorbeeld in je hoofd problemen oplost. Of dat je heel lekker in de natuur rondloopt. En dus soms heb ik gewoon een hele goede podcast op staan. Uh, want ik luister zelf ook super veel podcasts. Dat je daar lekker gewoon echt Dat je energierijk thuis komt. Dat je niet zozeer hard gelopen hebt, maar dat het gewoon lekker ging. Ja, soms heb ik een super fanatieke intervaltraining waarbij ik helemaal stuk thuis kom. Uh, soms heb ik echt helemaal geen zin en als ik thuis kom, ja, vaak is het dan wel weer lekker, zeg maar. Komt bijna niet voor dat ik zeg maar met tegenzin ga en dat ik ook als ik thuis kom steeds tegenzin, dan vaak draait dat wel om. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat is eigenlijk bijna altijd en dat is ook de reden dat je moet gaan naar mijn ogen. Ik bedoel, natuurlijk uh, als je ziek bent moet je niet lopen, maar uh, ja, als je gewoon niet zo zin hebt, volgens mij moet je gewoon lekker gaan en er uh, en en dan gewoon van. Genieten dat je ook gaat als het wat minder goed gaat. Want dat betekent dat als je aan het trainen bent voor die halve marathon of voor die marathon of voor een vijf kilometer bij jou in de buurt. Uh, dan zul je merken van hé, hey, ik ben al die keren geweest en nu loop ik gewoon lekker. En het is niet van hé, hey, uh, ik ben alleen geweest wanneer het me net even uitkwam. Ja, dan zul je merken dat je gewoon niet echt vooruit gaat, dat het wat lastiger gaat. Maar als je er gewoon altijd bent, als je gewoon gaat wanneer je eigenlijk geen zin en geen tijd hebt. Dan ga je echt vooruit. Dus uh, hopelijk heb ik er iets aan gehad aan deze podcast. Het is slechts mijn ervaring, maar wel ervaring van de laatste vele jaren. En uh, ook die ik van andere uh, hardlopers hoor. Dus nogmaals, wie weet had je er iets aan. Uh, en uh, je zou me enorm helpen als je deze podcast waardeert in jouw podcast-app met een goede waardering. Daar zou je me echt mee helpen. Dus uh, alvast bedankt daarvoor.